We hebben een aantal opleidingsetalages in binnen de gynaecologie, waarvan de endoscopie vind ik een belangrijke is. Endoscopie neemt steeds meer toe in ons vak. Dus steeds meer operaties worden endoscopisch gedaan. En dat betekent ook dat het noodzakelijk is dat steeds meer gynaecologen opgeleid worden in de endoscopie. Dat is toch wel een vak, een basisvaardigheid, zeg maar, die wat extra's vraagt. En die opleiding vinden wij dan ook heel belangrijk om dat aan te kunnen bieden. Het is een hobby van mijzelf, ik doe dat zelf graag. Dus dat is ook een van de redenen dat ik graag die kennis aan jonge mensen overdraag. In het begin krijg je het hele aanbod van de operatieve deel van ons vak. En later in de stage heb ik de mogelijkheid gehad om eigen OK-programma's ook te draaien. Je begint dan met de kleinere ingrepen en uiteindelijk mag je ook bijvoorbeeld een abdominale baarmoederverwijdering doen. En een vaginale en plastieke bij verzakkingsoperaties. Ik heb gekozen voor de stage endoscopie om een aantal redenen. Ten eerste omdat ik het een heel leuk stuk vind van de operatieve gynaecologie. Ik vind het een hele interessante manier van opereren, laparoscopisch. Maar ook omdat ik denk dat het steeds belangrijker gaat worden in ons vakgebied. Wat ik heel prettig vond aan dit ziekenhuis toen ik hier kwam, was de sfeer, de laagdrempeligheid in het overleg en de mogelijkheid dat als je graag iets wil bereiken, dat je daarin wordt geholpen en dat je daar een beetje in wordt gestuurd en dat je dus ook die mogelijkheid krijgt. Dat werkt heel fijn. Een AIOS zou je stage moeten kunnen komen lopen, omdat we denk ik een heel goed opleidingsklimaat hebben, goede sfeer. We gaan op hele vriendelijke en normale wijze met elkaar om. Er is geen hiërarchie. Wat ik steeds probeer te laten blijken is dat je verantwoordelijk bent voor je eigen opleiding. Maar dat betekent aan de andere kant ook dat er heel veel kan. Dat je heel veel eigen interesses, eigen zaken die je belangrijk vindt, hier naar voren zou kunnen brengen. Je kan in stage lopen in andere delen van het vakgebied, bij de chirurgen, bij de urologen, wat we noemen aanpalende specialismen waar we mee te maken hebben, om daar te kijken, om daar specifieke vaardigheden op te doen. Dat zijn allemaal belangrijke dingen, denk ik, waarom het voor AIOS aantrekkelijk is om hier in het Orbis Medisch Centrum die stages te doen.